Ja, hij had nu een man van 30 kunnen zijn. Vandaag werd in Maastricht bekendgemaakt door politie en OM dat er een groot DNA-verwantschapsonderzoek is ingezet naar de dood van Nicky Verstappen. Door betere technieken blijkt dat het NIV in 2015 DNA heeft kunnen halen van de kleren van Nicky. En dat DNA wordt nu door de bestaande databases gehaald. Maastricht eerder vandaag. Tijdens een persconferentie bij het OM wordt bekendgemaakt dat er nieuw onderzoek gedaan is en zal komen rond de moord op de pas 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Nicky Verstappen uit het Limburgse dorp Heibloem is in augustus 1998 met 36 andere kinderen via het jeugdwerk uit zijn dorp op kamp in Brunsum. In een van de 19 tenten kampeerde de 11-jarige Nicky Verstappen met nog 4 andere jongens. Het was een tent die was opgezet aan de buitenkant van het kamp, tegen de Brunsumer Heide aan, pal naast het zandpad. Maandagochtend 10 augustus blijkt Nicky te zijn verdwenen uit zijn tent. Een dag later volgt een grote zoekactie in de bossen. Dinsdagavond 11 augustus, ruim 36 uur na zijn verdwijning, wordt het lichaam van Nicky gevonden. Het jongetje ligt hemelsbreed op 1200 meter van het jeugdkamp, in een perceeltje met dennenbomen. Hij heeft blote voeten en draagt alleen zijn onderbroek en Ajax pyjama broek. Ja, nu weet dat ongetwijfeld. Er wordt rekening mee gehouden dat Nicky destijds seksueel misbruikt is. Drama voor zijn ouders. Al 19 jaar lang weten zij niet wie er verantwoordelijk is voor de dood van hun zoon. Maar daar komt hopelijk verandering in. Wanneer de lopende onderzoeken die we tot nu toe gedaan hebben en de onderzoeken in de DNA-databank niet leiden tot een match en de acties van het team waar de politiechef over gesproken heeft geen resultaat hebben, dan zullen we de stap gaan zetten om een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek te gaan houden onder de bevolking in Limburg. De ernst van het feit rechtvaardigt, zoals gezegd, een dergelijk onderzoek. En de rechtercommissaris heeft hier inmiddels ook toestemming voor gegeven. Ik ben heel blij dat het nu eindelijk zover is, dat het concreet gaat worden. Want de familie gaat hier ongelooflijk onder gebukt. Ik trek nu 19 jaar met ze op. Ik zie dat van dag tot dag, van week tot week. En dit is bijna voor een normaal mens niet meer te verdragen. De spanning die dat steeds met zich meebrengt, de onzekerheid. Dus laten we ervoor zorgen dat dat nu binnen de 20 jaar echt wordt opgelost. Ja, nu in de meldkamer in Maastricht hebben we live verbinding met meneer Hanen. Groot nieuws vandaag dus, maar wat gaat er nou praktisch precies de komende tijd gebeuren met dat DNA-onderzoek? Ja, als het verwantschapsonderzoek in die databank niks oplevert, dan komt een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek onder de bevolking daadwerkelijk in beeld. U kunt zich voorstellen dat het een enorme operatie is, dus dat we ook druk zijn met de voorbereidingen daarop. Op dit moment is het onderzoeksteam bezig om een selectie te maken onder mannen, voornamelijk in Limburg. Het gaat om meer dan 15.000 mannen die wellicht straks gevraagd zullen worden om hun DNA af te staan ten behoeve van dit onderzoek. Dat DNA zal uiteraard vergeleken worden met het DNA dat is aangetroffen door het NIV op de kleding van Nicky. En mocht er in een match zijn, dan zullen we kijken in de verwantschapslijn. En vandaar uiteraard ook in een stamboomonderzoek waar dat ons brengt. We hopen namelijk dichter bij die verdachte te komen. En zoals gezegd, via verwantschapsonderzoek, dus via broers, neven, zoons, gaan we daarna op zoek naar die verdachte. Ja, u noemt een getal van meer dan 15.000 man. Dat is ontzettend veel. Nou hebben we echt allemaal gezien dat zulk onderzoek, bijvoorbeeld bij het onderzoek naar de dood van Marianne Vaatstra na jaren, echt tot de oplossing heeft geleid. Maar toch lijkt me best ingrijpend als je voor zoiets opgeroepen wordt. Ja, als het zover komt, ja, goed, dan moeten mensen ook begrijpen hoe belangrijk dat het is. Dus we willen vooral ook heel duidelijk aangeven dat het reëel gezien een van de laatste kansen is om duidelijk te krijgen wie Nicky daar in 1998 heeft neergelegd. Vandaar dat we nu ook druk bezig zijn met die voorbereiding, omdat het een heel zorgvuldig proces is. En zoals gezegd, als we mensen oproepen, zien we ze niet als verdachten. Nee, we zijn vooral op zoek om via hen in de verwantschapslijn uit te komen bij die verdachten. We zullen mensen ook meenemen in het onderzoek waar we nu mee bezig zijn. Dat doen we stap voor stap, onder andere via burgerfora en bijvoorbeeld brochures. Ja, en dit zit er aan te komen, maar eigenlijk hoopt u natuurlijk vooral ook dat er al eerder een doorbraak komt. Ja, zoals gezegd, op dit moment zijn we bezig met vergelijkingen in de landelijke DNA-databank. Uiteraard kijken we ook in het buitenland, onder andere in België en Duitsland. En daarnaast willen we ook nadrukkelijk een oproep doen richting mensen. Mensen die wellicht vermoedens hebben, zaken uit 1998 of later en nog niet eerder gedeeld hebben met de politie. Deel die zaken vooral met ons en help ons deze zaken op te lossen. Dank meneer Hanen. We hopen allemaal dat die waarheid eindelijk boven tafel gaat komen. En voor u thuis, via opsporingverzocht.nl kunt u naar de speciale themapagina van de politie gaan over dit onderzoek.